Dag 2 op het kamp. We zijn vanochtend vroeg vertrokken. En we zijn alles aan het uitladen, zodat het richting de winkel gaat. Kindjes zijn ons alweer welkom komen heten. We zijn nu in het warehouse. Hier hebben ze de voorraad van alle kleding. Verschillende maten. Klaarmaken om uit te delen. En dat zijn bellenblaasjes, kaartspelletjes voor de mannen, zakjes rozijntjes. Rozijntjes voor de kindjes. We hebben nog blowsticks. Oh ja. Dag 2 op het kamp. We hebben de taken verdeeld. Wij zijn het buitenteam. We gaan allerlei activiteiten doen met de kinderen. We gaan ze sminken, hun haar mooi doen, voetballen, spelletjes, stickers uitdelen. En de rest is in het warehouse. Boodschappen aan het uitpakken, kleding aan het sorteren, enzovoort. Okay, het is dus verschrikkelijk moeilijk om de kinderen onder controle te houden. Er is natuurlijk een beetje een taalbarrière. Dus, en ze schreeuwen... Oh, sorry. Ze allemaal, maar we hebben het voor elkaar gekregen om ze allemaal netjes op een lijntje te zetten. En als ze schreeuwen, dan zeggen we... What is his name? Dog! What is his name? Dog! Dog! His name is Dog. Aaron Dog. Zo, ik zit nu even te passeren in onze grote bus. Dat is wel zo oud, hoor. Eventjes rust, eventjes weg van alle stemmetjes en geluiden. En we mogen niet, eigenlijk mogen we niet filmen op het kamp, omdat het een oud militaire basis is. Dus er was een nogal boze Engelse meneer van een andere organisatie. Dus als ik vanaf nu nog foto's opneem of filmpjes, dan moet het een beetje undercover. Anders krijgen we er gezeur mee. Dus... ik ga me best doen om nog wat op te nemen van wat we gaan doen. En anders dan krijgen jullie vanavond vanuit het hotel een update van mij. Hello everybody! Hello! Hi! Do you speak English? I love Holland. Do you speak English? A little bit. Yes. Where did you learn it? Here. Yeah. Allerlei tenten hier naast elkaar, zeg maar. Maar overdag komen ze toch wel een beetje gezellig met z'n allen bij elkaar bij de grote tent. Zetten ze stoeltjes neer en dan blijven ze hier heel de dag. En dan 's avonds gaat iedereen weer terug naar zijn eigen tent. En de tenten zijn genummerd. Dus ieder gezinnetje, moeder, vader, kinderen heeft een eigen tent. De meeste tenten zijn nu overdag dus leeg. Gaan ze elkaar opzoeken, activiteiten doen, zoals wassen, spelen. Maar ieder heeft wel zijn eigen plek. We zijn nu op visite bij tent nummer 52. Ja! Zo,
show us around your tent so you can take this. Hello, my name is Ragad and this is my friend. I'm your friend. From Holanda. Michela from Holanda. From Holanda. I like it. I like it all the crew. What is it? Coconut. Hamid. And this my old friend and this brother Tabarak my friend Tabarak. Hello. This is Cook. I like it Hollanda. I like to live in Hollanda. Thank you. En waarschijnlijk zullen jullie ook wel denken wat voor rare dingen sponsoren mensen. Misschien dingen waarvan je niet denkt het is een eerste levensbehoefte of mensen hebben het meteen nodig. Maar het gaat erom dat soms willen vrouwen zich ook wel eens weer vrouw voelen. En soms willen kindjes gewoon ook weer lekker hun nageltjes lakken. En gewoon even al deze ellende vergeten om zich gewoon weer wat beter te voelen. Dus eigenlijk is gewoon alles mooi meegenomen. Even afleiding, leuke activiteiten, kleurstiftjes, smink. Het haalt ze even weg uit deze nare situatie en nare omgeving. En ja, zoals ik misschien eerder ook al zei, in dit kamp zijn ze al redelijk ver. Ze zitten hier al bijna 7 maanden. Dus aan voedsel en basisdingen is er eigenlijk al voldoende. Ik heb ook beelden vanochtend geschoten van het winkeltje. Ja, daar is eigenlijk alles stabiel, de voorraad is goed. Dus dit zijn gewoon net even die kleine extraatjes waarmee je mensen hun dag kan goedmaken of ze leuk kan opvrolijken. Toch, Pet? Bye bye! 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 Bye Eén meisje uit deze groep heeft Facebook en ze heeft me toegevoegd, dus we houden contact. Het is echt zo moeilijk om afscheid te nemen. We zijn hier nu 1,5 dag en als je weet wat voor band je op kan bouwen met mensen in 1,5 dag en hoe moeilijk het dan nou is om afscheid te nemen, laat staan als je al 7 maanden op dit project zit of een paar maanden of een paar weken en dat je gewoon een band met mensen opbouwt die je dan vervolgens weer los moet laten en waar je dan weer afscheid van moet nemen. Ja, moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Moeilijk, hè? This is the bag. Yes. You keep it as a memory of us. Yes. Memory of liefde life. Thank you for the framola. Thank you. You're welcome. You do the group. What name is the group? Liefde life. Liefde life. Thank you for liefde life. Yes. You're welcome. And just send us a message with your phone if anything needed ever. We hebben wat gelazer gehad met het UNHCR. Er zijn namelijk allerlei regeltjes met de regering en ministeries en noem maar op. Het kamp waar we vandaag en gisteren waren, dat is, was een voormalige militaire basis. Dus normaal gesproken zijn de militairen er ook. De lokale politie is er. En er is een regel dat er maar 3 grote vrijwilligersorganisaties per kamp aanwezig mogen zijn. En die moeten ook officieel toestemming. In ieder geval voor dit kamp moet je officieel toestemming hebben van de regering en het ministerie en lalala. Nou, onze aanvraag was dus nog in behandeling. En afgelopen weekend zijn we gewoon doorgelaten door de lokale politie en de organisaties die daar al zaten. En de militairen die zijn er natuurlijk niet, want zaterdag, zondag werken ze blijkbaar niet. En ja, dus we zijn op het matje geroepen door UNHCR. En daar gaan we morgenochtend op gesprek. We zullen, onze aanvraag is dus niet goedgekeurd omdat we al op het kamp geweest zijn. Dus we zullen daar ook niet meer terugkomen helaas. Maar dat hadden we al een beetje in gedachten vandaar dat we vandaag ook afscheid genomen hebben van de mensen. Want we zouden eigenlijk een nieuw project gaan doen morgen. Maar daar moeten we dan dus even over babbelen. Het kan zijn dat we een ander project aangeboden krijgen.
Het is iets verder uit Filippiade, ruim een uur reizen. En het kan ook totaal iets anders zijn. We kunnen ook... we horen het morgen in ieder geval wel. Het is allemaal heel erg spannend. We hebben de afgelopen 2 dagen echt een super bijdrage kunnen leveren aan dit kamp. We hebben met ruim 1000 euro aan sponsorgelden hebben we flink inkopen gedaan. Het warehouse aangevuld. We hebben 2 dagen keihard gewerkt en echt hele mooie herinneringen gemaakt. Dus dat is gewoon onvergetelijk. En morgen zien we verder hoe we onze missie hier gaan afronden de komende dagen. Dus ik hou jullie op de hoogte. Welterusten.